Welkom terug. We zijn iedere week op Landgoed de Salentijn om te praten over de tweede woningenmarkt. Vandaag allereerst aan tafel Theodora uit Florida. Theodora, leuk dat je bij ons aan tafel zit. En je bent in Nederland en niet in Amerika. Ja, zo waar. Ik ben helemaal weer overgevlogen. En het is heerlijk hier als altijd. Het is wel een beetje herfst, dat moet ik zeggen, maar moeite waard. Je hebt wel eens gezegd tegen ons op een van die second home beurzen, Amerika is eigenlijk het beste land ter wereld om vastgoed te kopen. Leg uit. Beste land om vastgoed te kopen? Lage belastingen. Dat telt. Tel je winst. En het meeste huis voor je geld. Want? Mens, een zwembad, een tuin en een garage en weer aan de golfbaan, dan kan dat ook. Mm-hmm. En je kunt 365 dagen per jaar lekker golven, lekker warm. Ja, lekker warm. Dat telt, want ik was gisteren op de Pool in Groningen en het woeide als een gek. En ik helemaal ingepakt, helemaal niet leuk. En dat heb je in Florida niet? Nee. Altijd zon daar. Altijd zon. Theodore, ik ken vooral Florida van horen zeggen natuurlijk van Disney World. Ik ben er zelf nog niet geweest helaas. Maar ik neem aan dat er veel meer te doen, te zien, te beleven is. Oh, er is zoveel te beleven. SeaWorld, dolfijnen, orka's, Disney. Oh, in de Space Coast. En vergeet niet cruisen. Cruisen naar de Caribbean. Helemaal verzorgd, top tot teen. Lekker in het zonnetje, lekker in de bries. Alles te doen. En natuurlijk, ja, die golf. 1500 golfbanen. En shop to drop. Want volgens mij kan je daar 24 uur per dag. Ja, ja, je kunt je te kust in de keur. Winkels zijn open. Winkels zijn enthousiast aan het verkopen. En je kunt er altijd terecht. En 24/7 kun je wat eten, drinken. Je kunt ontbijt hebben om 3 uur 's middags als je dat wil. Maar we zitten in coronatijd, vooral ook in Amerika. Dus 1, hoe is de situatie daar? En 2, hoe verkoop jij dan huizen in Florida? Nummer 1, hoe is de situatie? Nou, Amerika is een heel groot land. Florida alleen al is 4 keer zo groot als Nederland. We hebben ruimte. We zitten niet op 1,5 meter van elkaar. We zitten op veel meer meters van elkaar. Ik voelde daar niets van. Ik speel golf dagelijks. Ik ben in mijn zwembad. Ik ga uit met mijn vrienden. En ik merk daar dus niets van. Niet ik merk het hier wel. Ja, niet zoals in de media wordt gezegd. Dus. Nee. En tweede, hoe verkoop je nou huizen op afstand? Zoom. En het werkt. Ja, maar je verkoopt het dus echt online? Echt online verkoop ik ze. Want die mensen die kopen, die zijn jarenlang in Amerika. Mm-hmm. Die beginnen niet vandaag. Die zijn al jarenlang bezig. Wij tobbelen alles uit, wij regelen alles. Mm-hmm. En je legt de wensenlijst maar op tafel. En wij zorgen voor alle puntjes, want we hebben het Dream Team. Het Downtown Brokers Dream Team. Maar jij laat dan letterlijk in een woning, ga jij gewoon virtueel met ze er doorheen? Laten we eens even naar de keuken gaan. Oh, dat is leuk zeg. En het kijkt uit over het zwembad, toch leuker. Ja. Handig toch, in deze tijd? In deze tijd. Maar Theodore, jij bent niet alleen maar makelaar, jij doet veel meer. En volgens mij kan jij nauwelijks over straat daar. Nee, iedereen herkent mij en kent mij. Dat is heel leuk. We zijn op televisie, op radio. CUTV News. Ik rijd door de stad heen. Ik hoor mezelf praten. Dat is heel leuk. In interviews met Doug Llewellyn en allerlei grootheden. Mm-hmm. En natuurlijk Woman of the Year. Ja, zover heb ik het dit jaar geschopt. Bij wat? Voor wat? Woman of the Year in New York City. Want ik ben veel programma's bezig met Donna Drake. Hele leuke dame is dat, die stelt ook hele enthousiaste vragen. En wij zijn heel enthousiast altijd aan het praten, live op tv. En het is leuk gewoon, ja. Wel gaaf. Heel gaaf. En dan kom je in het kikkerlandje en dan... En dan kom je in het kikkerlandje en dan is het echt kikker hier. Koud en het waait. En ja, maar ook koud. Druk en heel gezellig met ons. Druk en heel gezellig. Ja. Okay. Vooral hier aan tafel. Dankjewel voor je komst hier. We zijn weer wat wijzer geworden over Florida, over corona in Florida en over Theodora. Dankjewel.